Je springt in een gat. Sjoekeli Hoepel stopt ermee en jij begint. Ik begin, ja. Een nieuwe jeugd, heen. Ja. Een nieuwe jeugd. Ja, er is een markt open die, hè, Sjoekeli stopt. Ja, zeker. Er zijn mensen dat die het willen doen. Ja. Toch? Kei? Ja. En zing dus, waar, dat wil je ook mee doen. Zing eens de wandelclub. Yo met de banjo en Mien met de mandoline. Kaatje met de mondharmonicaatje. Rijtje met de... Fijne. Dus. Platencontract. Zeggen, ik heb u gemist van de week. Mag ik jou iets vragen? Ja. Zijn dat jouw echte ogen? Ja. Groen. Zoiets? Ja. Mooi. Ja. Oké. Okay. Is een mooie wagen. Ja, hè? Ja. Ik denk zelf een grote kans hebben voor de eerste plaats. Ja, we hebben geen concurrentie meer, hè? Nee? Nee, die zijn gestopt, hè? Met bouwen. Die hadden geen plek. Oké. Nou, succes en alvast gefeliciteerd met de beker dan. Ja, dankjewel. Prins, mag ik jou even wat vragen? Ga je altijd, hoor. Ik heb hier net een optocht zo eens bekeken, maar voor mij is het een uitgemakte zaak. Voor mij niet. Nee? Nee, zoals je weet is het hier in het Krasduinersdorp altijd één grote tocht met een soort straattoneel. En je ziet pas wie er het beste uit de verf komt op het moment dat een optocht voorbij trekt. Ik kan stilstaande wagen, is hartstikke mooi. Maak een optocht met een hoop volk wat er omheen beweegt, dan maakt het mooi. Dus... Daar ziet het verschil pas in. Mooi gesproken weer. Dankjewel. En er is veel te doen, hè, hier. Voor de kinderen. Ik heb allerlei programma's voorbij zien komen vandaag. Het is echt één groot gekkenhuisvatweekend. Tot en met dinsdag. Vanmiddag feest, vanavond feest. Morgen even een beetje rustiger. Maandagmiddag, of maandagochtend, maandagmiddag, maandagavond. We gaan gewoon door. Alle complimenten. Dankjewel. Goeie carnaval. Kom helemaal goed. Als je thuis bent, leden gestrekt voor de buis. Zetten van zender naar zender, gebeurt er geen flikker in huis. Deeltjes, effekjes lief zijn, zo is een keer vloed erin. Ben het te mooi, heb ik koppijn, of zoals altijd geen zin. Je bent een hele week de nog nog, zit hele dag. Hallo, hebben jullie het een beetje koud? Een beetje. Ja, het is best een beetje koud, hè? Ik weet er een manier op om daar over te laten gaan. Doen jullie mij na? Dat helpt. Doe maar. We hebben hier nog een jas onder en truien. Dus het valt best mee? Ja. Oké. Veel plezier. Wel. Wat zeg je? Waarom ben jij niet teruggekomen? Het was zo gezellig zonder jou. Je
huizen dansten op. Het is gezellig hier in Sprundel, zoals altijd Robbie. Het leek wel carnaval. Waarom ben jij nu teruggekomen? Dit vind ik leuk. Waarom ik het gedaan heb? Ja, ik vind het leuk. Ja, is leuk, een hotdog. Ja, dit is nou echt een hotdog. Dat vind ik helemaal anders, hè? Ja, dat vind ik wel. Ja, jou. De zon komt op, het is een nieuwe dag. Wat is jouw functie hier? Mijn functie? De spoken wegdrijven. De spoken wegdrijven? Zeker. Jij bent een ghostbuster? Ja, zeker, zeker. Okay. En wie zijn de spoken? Ja, dat zijn de vrouwen eigenlijk. Nee, dat kan je niet menen. Een beetje wel. Nee, dat kan je niet zeggen. Ik wil niet stoken, maar hij noemde jullie spoken. Nou, en bedankt. De laatste is over, vriend. Voorbij. Succes. Dankjewel. Hebben jullie het een beetje koud? Binnen is een lekkere warme chocomel. Dat weet ik, heb ik net zelf gezien. Binnen is een warme chocomel. Ja, ik lust warme chocola. Nou, als je optocht voorbij is, gaan we snel binnen een warme chocomel drinken. Ja. Afgesproken. Naar jou gevraagd. Dus pak je koffer maar weer in, want jij komt hier niet meer in. Ik ben gelukkig zonder. Ja, ik heb het kapot liggen, Hans. Er komt nog aan één kant geluid uit, maar dat doen we het mee deze keer. Maar jij maakt dat wel. Ik maak dat in orde, Hans. Geen broek aan de kont, maar toch in een auto. Zonde, moet er nou eens kijken. Dat kan toch niet? Huh? Hans, dat kan toch niet? Nou, hij trekt krassen erop. Ik denk het wel. Hij ziet er nog goed uit voor zijn leeftijd. Ja, jij ook. En de auto ook. Ja, hij is wel lekker, hè. Geen broek al, hè, maar toch, die auto, het is zo belangrijk, hè. Ja. Gunny ziet er trouwens ook goed uit. Ja, dat denk ik ook wel, hè. En je hier af en toe zo rond kunt lopen met elkaar, dat was heel belangrijk. Hè. Ja. Waarom ben jij niet teruggekomen? Het was zo gezellig zonder jou. De muizen dansten op de tafel. Echt waar het leek. Hebben jullie niet iets van een dansje ingestudeerd of zo? Willen jullie dat even laten zien aan ons voor de tv? Ja? Oké. Okay. Naar jou gevraagd. Dus pak je koffer maar weer in, want jij komt hier niet meer in. Ik ben gelukkig zonder jou. Dus pak je koffer maar weer in, want jij komt hier niet meer in. Ik ben gelukkig zonder jou. Ik voelde me eigenlijk net als in mijn eerste huwelijk. Mooie wagens, hè? Ja. Welke vinden het leukste? Weet toch niet. Weet je nou? Oh, dan moeten er nog een heleboel voorbij komen ook, hè? En weer voor hier. Vier schitterende dames. Bedankt, Tjeko. En wij kunnen heel goed zingen, dus zullen we er wel uitspringen. Ja, leuk, hè? Sukker, plezier. Ja, dames, als het er maar uitspringt, verras ons. Mexico. Mexico. You see, everybody come out, let's commence to sing it joyfully. Everybody look up and feel the hope that we've been waiting for. Everybody is glad because the silent fear and dread is gone. Freedom, you see, has got a heart singing so joyfully. Just look about, go and see yourself to check it out. Can't you feel a brand new day? Can't you feel a brand new day? Het is geweldig, maar koud, maar fantastisch hier in het Nachtuilenrijk, hier in Sprundelse. En we gaan nu op naar het volgende plek. We gaan nu naar het Toren Schouwersland, zeg ik dat goed, Rob? Nou, dan gaan we daar naartoe. Kom! Everybody be